Ja, en ik heb begrepen, jullie gaan ook een heel bijzonder event organiseren. Ja, ja, op 17 juni organiseren we de Jonge Mantelzorger op de Middenstip. En een jonge mantelzorger, dat is een kind dat opgroeit in een gezin waar iemand ziek is. Dat kan een vader of een moeder zijn, een broertje of een zusje. Vaak wordt er vergeten als er een ouder ziek is, dat er dus vanzelfsprekend kinderen in het gezin zijn die daarmee te maken hebben. Die kinderen zijn niet zielig, ze zetten een stapje harder, ze maken meer mee, maar ze moeten ook niet zielig worden. Dus een klein beetje extra aandacht, een klein beetje eventjes bewust zijn van, oh, deze kinderen doen dit en hebben die aandacht nodig. Dat kan heel goed werken en daarom organiseren we dat evenement. Dat is om en die gezinnen in het zonnetje te zetten, vooral ook die kinderen die dat daarin leven. Maar ook om iedereen bewust te maken van dat deze kinderen er zijn. Want als we allemaal een beetje op ze letten, dan denk ik dat ze per saldo wat meer hulp kunnen krijgen uit een omgeving. Ja. En waar gaan jullie dit organiseren en hoe kan ik me eigenlijk ervoor opgeven? Als dat kan tenminste. Ja, nee, wij organiseren het op een ontzettend stoere plek, want het is in het Kyocera Stadion. Dat krijgen wij aangeboden van de Stichting ADO Den Haag en de Maatschappij. En dat is groot, dus we nodigen 250 gezinnen uit. En dat is best veel, dan hebben we gemiddeld 1000 mensen. We gaan met kunstwerken, we gaan een hele grote ooievaar op het veld maken. Dus als je komt, mag je dus ook op het veld, op de Middenstip. En dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Alle gezinnen gaan met een kunstwerk aan de slag, wat ze mee naar huis nemen. En er komt nog een quiz met ontzettend leuke prijzen. Er komen misschien nog artiesten. Nou ja, het wordt allemaal heel leuk, heel spannend. En je kunt je aanmelden op www.patchworks.nl. En Patchworks is met een Z, patchworks.nl. En daar vind je alles.